Het was gezellig druk en er kwamen mensen bij elkaar. De wijkvereniging organiseerde een opschoondag in de wijk De Weemt. Onder toezicht oog van Marvin Delft, al meer dan 25 jaar lid van De Weemt Actief, werden de vrijwilligers onthaald met koffie en cake. Behalve koffie en cake zijn er op tafel ook kaarten van de wijk te zien waarop een indeling is gemaakt. De straten zijn op tekstballonnen aangebracht en de vrijwilligers konden zo hun eigen werkgebied bepalen door deze ballonnen op te pakken. Nog een groep vrijwilligers meldt zich aan. Scouting Scandal gaat meehelpen en zet haar welpen in tijdens hun wekelijkse bijeenkomst. Vrijwilligers hebben het druk vandaag. Ook de landelijke organisatie NL Doet is vandaag actief en zet mensen in. Nadat iedereen is ingedeeld en een straatnaam heeft ontvangen, gaan de vrijwilligers op pad, gewapend met gemeentehesjes, vuilniszakken en tangen. Na 15 minuten ziet men overal in De Weemt de gekleurde hesjes met vuil pikkende mensen. Als je deze ploeg bezig hoort, merk je dat het nog gezellig is ook. Niet alleen in De Weemt, ook in andere wijken, zoals hier in de Hoevenbraak, worden de straten schoongemaakt. Volle zakken met vuil worden netjes opgeruimd. Ik weet niet wat ik ga doen. Kijk ook nog even naar de vrijwilligers van NL Doet. Zij maken onder andere plantenbakken schoon en klaar voor in zomerbloei. Anderen gaan wandelen met bewoners van Beschermd Wonen uit de Polster. Het was weer een productieve dag onder een lekker zonnetje.